Mono Bros, we zijn er weer. De nieuwe aflevering van Game Pickups. Het is alweer een tijdje geleden dat we Game Pickups hebben gedaan. Dus, excited! Ik heb deze keer zelf even wat gehunt. En ja, het viel niet tegen. Ik ga gewoon beginnen met... Even kijken hoor. We pakken deze Xbox game er gewoon even bij. Voor de originele Xbox. En dat is Death Row. Nou, er staat ook only on Xbox. Dus het is ook een exclusive voor de OG Xbox. En wat is Death Row? Nou, Death Row is een soort arena battle game. Waarin je elkaar dood moet gooien met een... Een soort frisbee of zo. Ja, ik weet nog niet. Met een soort disc staat er. Maar het is dus eigenlijk een soort gladiator battle. En ik denk dat dit multiplayer wel heel vet kan zijn. Dus ja, het was cheap. Dus ik kon hem niet laten liggen. En dat was het. Nee, grapje. Ik heb nog meer. Nu hebben we een Wii game. Deze Wii game is Dewey's Adventure. En ja, kijk, het ziet er heel kiddy uit. Misschien is dat het ook, ik heb het nog nooit gespeeld. Maar wat ik ervan begreep is dat het eigenlijk een beetje soort platform, puzzelachtig iets is. En het is ook een exclusive voor de Wii. Dus ja, ik ben meer fan van exclusive games voor consoles, zodat je ook echt... alleen deze games op een bepaalde console kan spelen. En nou, Dewey's Adventure. Je ziet hier Dewey, een dauwdruppel poppetje of zo. Dus wie zal het zeggen wat dit voor game zal zijn. Maar het ziet er geinig uit. De stijl is leuk. Dus zeker niet laten liggen als je hem ziet. Next. Voor de Xbox 360 hebben we... Halo Anniversary Combat Evolved. Nou ja, ik denk dat jullie wel weten wat het is. Dit is gewoon een remake, remaster voor de Xbox 360 van de eerste Halo game, Combat Evolved. En nou, er staat nieuw graphics in HD en 3D, co-op play over Xbox Live, 6 classic multiplayer maps reimagined, brand new Firefly mission, new challenges, enhanced story and more. Nou, wat wil je nog meer? Het heeft een mooie sleeve, shiny letters. Dus ik doe plap. En als bonus krijg je dan de Master Chief Avatar Armor en Exclusive Grunt Funeral Skull erbij. Ik weet niet of ze nog werken, want ik heb deze tweedehands gevonden. Dus het kan zijn dat die codes al niet meer werken. Maar ze zitten er nog wel bij, dus ik kan ze zeker even proberen of ze nog werken. Next up, een PS3 game. En hier ben ik best wel excited over, want dit is namelijk Pain. Pain. Zoals je kan zien, deze character lijkt heel veel Pain. Wat is dit voor game? Dit is echt een wacky game. Ik kan het een beetje vergelijken met Goat Simulator, denk ik. Voor de graphics hoef je het niet te doen. Maar voor de fun factor wel. Ik heb hier even films over zitten kijken op YouTube. En nou, wat je dus eigenlijk ziet is dat je aan het gooien bent met humans. Human bowling. Dat soort dingen. Het is echt heel gestoord. Dus je moet gewoon maar eens even checken. En deze kom je ook niet zo heel vaak tegen. Dus ik ben heel blij dat ik hem heb gevonden eigenlijk. Verder gaan we naar nog een Xbox game. Het zijn eigenlijk meerdere games. En dat is de GTA Double Pack. Voor de originele Xbox. En GTA Double Pack bestaat uit Vice City en Grand Theft Auto 3. Maar als je goed kan kijken zie je dat hier Double Pack staat. En dat betekent dus dat hij Duits is. En ik heb gewoon niet opgelet... Ik was gewoon blinded by happiness toen ik deze zag.
En ik heb hem gewoon gekocht zonder te checken of die wel Engels-Nederlands is. Maar hij is dus volledig Duits. En Duitse games zijn altijd speciaal gemaakt voor de Duitsers. Dus dat betekent dat alles is vertaald in het Duits. Zelfs op de maps en de kaarten en de locations is alles vertaald in het Duits. Dus dat is wel een beetje jammer. Hij is wel helemaal compleet. Dus dat is wel vet. En gelukkig heb ik hem al op de PlayStation 2. Dezelfde pack ook. Dus ja, dit is gewoon voor de heb. En hij is gewoon nice, zoals je ziet. Oké, next. Ik heb hier twee PSP games. Ik laat eerst de ene zien, want dit is deel 1. En het heet Archer MacLean's Mercury. Nou, wat is dit? Dit is een puzzelgame. En je moet dus door doolhoven en mazes, ja, dat soort dingen, moet je dus je Mercury bolletje eigenlijk, je drop of Mercury. Mercury is quick. En je moet dus een quick drop naar de exit zien te leiden. Ja, dat is het volgens mij. Ik heb nog niet gespeeld, maar dit is deel 1 op de PSP. En ik heb nu ook deel 2 gevonden, Mercury Meltdown. Dit is een beetje een upgrade. Want het eerste deel, de stijl is iets kleuriger. En ik moet ze nog gaan spelen. Ik heb hem ook al voor de PS2 liggen. Daar heet hij ook Mercury Meltdown volgens mij voor. Hij is ook nog voor de Wii. Die wil ik ook graag proberen, omdat de Wii waarschijnlijk gebruik maakt van de Wiimote en zo. Dus dat is weer een andere ervaring. Dus twee Mercury games. Mocht je iets nieuws willen proberen in het puzzelgenre, dan kan je dit proberen. Next up. Hier heb ik drie games voor de PS Vita gevonden. En zoals jullie weten, de PS Vita is echt aan het uitsterven. Dus pak wat je pakken kan. Als je PS Vita games ziet, neem ze gelijk mee. Ze zijn moeilijk te hunten. En ik heb nu eindelijk weer drie titels gevonden die ik nog erg graag wilde hebben. Ik heb er geen full price voor betaald. Dus ik betaal meestal voor Vita games 15 euro. Misschien ietsje meer max. Want nieuw, als je ze nieuw nog kan krijgen, dan zijn ze vaak ook duur. Dus gewoon blijven struinen en dan vind je ze wel. Maar wacht niet te lang, want het wordt gewoon rare. De eerste game die ik heb is Mod Nation Racers Road Trip. Nou, Mod Nation Racers, niet iedereen is er bekend mee. Maar voor mij is het een alternatief op Mario Kart. En wat maakt het nou bijzonder? Ze hebben een soort slogan van play, share, create. In dit geval kan je dus heel veel dingen customizen. Je poppetjes, je autootjes. En je kan het sharen. En dat maakt het heel leuk. De stijl is ook heel leuk. En ik heb het al een keer op de PS3 gespeeld. Ik heb hem ook voor de PS3. En ik moet zeggen dat ik echt verrast was door hoe leuk deze game nog is. Het is wel echt een goede card game. Dus als je hem ziet, meenemen. Next. Hier ben ik ook heel blij mee. Het is Dragon's Crown. Nou, dat is niet echt goed te lezen, maar je denkt, wat is Dragon's Crown? Het ziet eruit als een RPG. Ja, dat zou je denken, maar er zitten wel RPG-elementen in, maar eigenlijk is dit een beat-em-up game. En de artstijl is gewoon heel vet. Het ziet er echt heel mooi uit. Het ziet ook inderdaad uit als een RPG, maar het maakt het dus bijzonder dat het een beat-em-up is. En dat verwacht je eigenlijk niet. Maar omdat deze game ziet er gewoon zo ontiegelijk vet uit. Je hebt hem ook op de PS3, dus als je hem voor de Vita kan vinden is sowieso al moeilijker, denk ik, dan voor de PS3, weet ik niet zeker. Maar neem ze mee als je iets nieuws wilt proberen. Deze beat-em-up is vet. De laatste PS Vita game die ik heb gevonden waar ik ook heel blij mee ben is Uncharted Golden Abyss.
Nou ja, iedereen heeft waarschijnlijk al Uncharted gespeeld, maar deze kom je niet zoveel meer tegen en is waarschijnlijk ook het enige deel die je dan nog moet gaan spelen. Hier was ik ook echt al een tijdje naar op zoek, want ik kon ze niet meer vinden in de speelgoedwinkels. Daar hebben ze bijna niks meer met PS Vita, dus erg blij dat ik hem eindelijk heb gevonden. Ik heb er geen full price voor betaald. En we kunnen gewoon weer een Nathan Drake story gaan spelen op de PS Vita. Exclusief, dus dat is erg vet. Nou guys, dit was mijn pick-up video. Er zullen zeker weer meer pick-up video's komen. Dan weten jullie gewoon een beetje waar Monochromatic mee bezig is en wat wij spelen. En ja, we willen jullie gewoon laten zien wat daar is in de gamewereld en hoe wij aan het hunten zijn. Dus blijf vooral kijken naar game pickups bij Monochromatic Games. Yeah!